De scheidsrechter van vanmiddag, de heer Spaan, heeft gefloten. Ten teken dat deze wedstrijd is begonnen tussen DVS 33 en VVSB. Quincy Veenhoff was een hele mooie mogelijkheid geweest. Jeremy Jonker die al gelijk naar voren stormde. Maar dat betekent dat daar achterin bij DVS weer ruimte is. En daar komt hij. Tjonge, jonge, jonge. Dit had na 1 minuut spelen. Had dit zomaar de openingstreffer kunnen zijn voor VVSB. Quincy Veenhoff. Mooie combinatie. Kan worden weggekopt die bal. Maarten van Dijk. Lars Dekker. En Lars Dekker schiet. Kijk. Dat is goed. Vinkluiver. Een bal richting Stef Nijland. Dit kan gevaarlijk worden. Anicora. Anicora schiet naast de goal van Ruben Valk. Nou, dit ziet er goed uit. Maar dan een meter of 20, 30 voor het doel. Dan gaat het vaak verkeerd. Maar dit is echt heel mooi. Heel jammer. Dit had hem moeten zijn. Kenneth Anicora. Wat gaat hij doen? Hij glijdt weg. En komt vervolgens met zijn arm op de bal. Ja, ze komen er niet uit. Compliment voor VVSB. Dit is mooi. Goeie actie, Maarten van Dijk. Prima gespeeld, Maarten van Dijk. Die brengt daar diepte in. Stef Nijland. De schot. Maar helaas, de rebound. Te slapjes. Daar had hij echt keihard zijn wreef tegenaan moeten zetten, Kenneth. Dat gaat hij nog wel een keer doen, hoor. Maarten van Dijk. Koen Vloedgraaf achterin. Tariq Evre. Tariq Evre. Hij scoort niet. Tariq Evre die niet scoort. Ongeloof bij het publiek en bij mij. Hoe kan hij er niet in? Daar fluit scheidsrechter Spaan voor de laatste keer deze eerste helft. Wij gaan rusten. We gaan naar de zee met een brilstand op het scorebord. Kan een gevaarlijk moment opleveren. Zeker als Eekhout mee naar voren gaat. Nicky. Eekhout. Komt-ie. En die zit er dus gewoon in. 1-0 voor VVSB. Prima bij de tweede paal neergelegd. En zo leidt VVSB. Anicora, weer een mislukte individuele actie. Moet hij niet doen. Je moet alleen maar in het strafschopgebied gaan rommelen. Prima uitgespeeld. En een doelpunt. Maar wel buitenspel. Wel heel mooi uitgespeeld. Maar helaas voor VVSB, buitenspel. Stef Nijland. Vloedgraven. Nu. Prima redding van de keeper. Maar keeper wordt het ook makkelijk gemaakt. Want de ballen die van de voorwaartse van DVS komen. Die zijn altijd in de richting van de keeper. En daar komt Dompig. Maakt hij zijn fout van de eerste minuut goed? Nee. Goeie redding in dit geval van Daan Huiskamp. Hij had ook een wippertje kunnen geven. Dompig. Dan was Huiskamp kansloos geweest. Maar nog steeds een kans. VVSB. Nog steeds in balbezit. Inmiddels in de 67ste minuut aanbeland. En het is VVSB die aanvalt. Dat zien we liever andersom. Gaat hij hem klaarleggen voor een schot. Zo! Die krijg je om je oren, zeg. Fantastische goal van invaller Halman. 2-0, gewoon keihard. Boom. Even. Je voelde hem aankomen. Hij legt hem klaar. Wordt geen stroopbreedte in de weg gelegd. En kan hier 2-0 maken. 0-2.
eindelijk. De scheidsrechter fluit voor de laatste maal. Peter Wesseling, we hebben de wedstrijd gezien vanmiddag. Wat is jouw visie op deze wedstrijd? Ik denk dat de jongens zich gerevancheerd hebben in ieder geval van vorige week. Ik denk dat we 65% aan de bal waren. Ik denk de eerste helft goed. Een paar goede 100% kansen. Zij eigenlijk in de tiende minuut volgens mij een goede kans waarin we de jongen bij de tweede paal vrij in laten schieten. Die raakte niet lekker. En eigenlijk hebben wij de overhand. Dat heb ik eigenlijk de eerste helft gezien. Ik denk dat je daar misschien wel op 1-2-0 moet staan. Twee, drie goede kansen. Eén met de keeper. Dus we gingen wel een goed gevoel rust in. Goed georganiseerd. Dat. Ja, en om positief te zijn, Maarten van Dijk vond ik in de eerste helft opvallend. Ja, hij speelde makkelijk. Speelde makkelijk onder de druk vandaan. Maar ik vond eigenlijk iedereen wel heel geconcentreerd en comfortabel aan de bal. Waarom gaat het dan in zo'n tweede helft mis? Ja, natuurlijk heel ongelukkig. Direct na rust valt hij er zomaar in. Ja, vrije bal. We hadden nog zo gezegd in de rust, zorg dat we de eerste 10, 15 minuten doorkomen. En dan doorkomen dat we geen tegenkool krijgen. En dan een minuut ligt hij erin. Ja. Vrije bal die we weggeven, eigenlijk een beetje onnodig, denk ik. Ja, dan helpen ze een beetje in het zadel. Hè, dan gaat iedereen mee naar voren bij hun. Volgens mij loopt Quincy niet met zijn man mee. Valt er precies tussen 1-0. Dan noem je precies ook een jongen die ik vreselijk hard vind werken. En dat vind jij ook, want daarom staat hij er ook eigenlijk altijd in. Maar de ploeg krijgt het dan niet voor elkaar als team om VVSB echt helemaal op te sluiten. Nee, klopt. De tweede, we moeten dan ook echt op jacht. Ik moet eerlijk zeggen, de laatste 20 minuten vond ik wat onsamenhangend. Geen organisatie meer. Zeggen, we hebben nog wel een paar goede kansen gecreëerd vanuit voetbal, zeg maar. Maar we zijn niet echt in staat geweest om echt de druk erop te houden. Dat klopt. En volgens mij is het vertrouwen op een of andere manier ook volkomen zoek bij sommige spelers. Ja, dat heb ik de eerste helft niet gezien. Dus de eerste helft was iedereen comfortabel, het hard gewerkt. Tweede helft was ook iedereen doet zijn stinkende best. En wat ik al zei, we hebben ons gerevancheerd van vorige week. Vorige week weinig initiatief, rijk. Veel de bal, weinig initiatief. En dat heb ik vandaag wel gezien. Veel vanuit de beweging, veel de bal willen hebben. En dan word je eigenlijk op twee momentjes. Ja, natuurlijk een geweldige goal, die tweede goal, maar geen druk op de bal. Ja, en een vrije bal kost je dadelijk de wedstrijd. Ik heb persoonlijk wel eens vaker gezien dat amateurclubs op een gegeven moment in de beker enorm presteren. Hè? Eindhoven, Vitesse, hoogtepunten, Sparta Nijkerk verslagen thuis, hoogtepunten. En op een gegeven moment, net alsof die lijn knapt en opeens is het weg. Ja, maar dan ben ik benieuwd wat jij gezien hebt in de wedstrijd, zeg maar, waardoor jij vindt dat de lijn knapt. Uiteindelijk probeer je naar voetbalgedrag te kijken. Eerste helft dikke voldoende denk ik met elkaar. En de tweede helft ook hard gewerkt met elkaar. Alleen dan moeten we echt op zoek naar de goal. En dan hebben we gewoon te weinig afgedwongen met elkaar. Je kunt niet zeggen dat we niet hard gewerkt hebben. Dus die lijn waar jij het dan over hebt, heb ik niet gezien. Ik heb alleen gezien dat we uiteindelijk niet in staat zijn geweest om VVSB heel erg moeilijk te maken de tweede helft. En nogmaals, volgens mij hebben we als team gevochten met elkaar. Eerlijk zeggen, de laatste 10, 15 minuten misschien een beetje onsamenhangend. En veel balverlies, waardoor zij konden counteren. Stond ook al 2-0, dus een beetje tegen beter weten in. Maar dat was niet heel erg georganiseerd, nee. Precies. Wat moeten we er nog meer van zeggen? Heb jij nog iets te bedden te brengen?
Nou ja, gewoon dat ik vind dat we... Ik bedoel, ik sta voor de jongens. Ik sta voor die groep. Volgens mij kunnen we ze niks verwijten. We hebben de mooiste kansen gehad. Ik denk ook echt de beste kansen. Die komen van Tariq, Maat 1-1, Stef volgens mij, Quincy een keer. En de tweede helft ook nog een keer 1-1. Stef die dan net niet de bal lekker meekrijgt. Dus daar kunnen we niet zoveel voor zeggen. We moeten gewoon die ballen erin schieten. En dan sta je hier met elkaar met een heel ander gevoel. Want ik vind dat we niet heel slecht gespeeld hebben. Precies. Maar dat is geen garantie dat je wint. Dus dat blijkt me. Oké, huiswerk voor de volgende week. Ter Lede, uit. Ja, nee, dat natuurlijk. Ik bedoel, streep eronder en maandag moeten we gewoon weer fris door. Ja, het is niet anders. Okay. Succes ermee. Dankjewel, man.